denk dat hier een punt in staat, zeker. Minimaal. En ik denk als we eenmaal die goal maken, wat er nu inderdaad niet in staat in de eindfase, waar we gewoon heel slecht mee omgaan tegen 10 man, denk ik. Maar ja, met Kastje meteen op begin, ja, stel dat hij zit, ja, dan weet je dat het hier, zoals het heet, hier spoken, dan gaat het hier spoken en dan zit daar zeker meer in. Maar we hebben dat denk ik te weinig afgedwongen door voorin de absolute wil, ja, toch hadden en de tweede bal en de duels. Dan denk ik dat, ja, dat Utrecht dat ook met 10 man ja, veel beter invulde dan wij daar in gingen. Ja, eigenlijk iets waar de Graafschap dit seizoen in ieder geval wel onbekend staat, het creëren van kansen, is iets dat deze wedstrijd ook niet echt is gelukt. Nee, klopt. Het was wat we ook in de kleedkamer. De wil was er op zich om gewoon te gaan voetballen en het opportunistische erin te gooien. Maar ik denk dat de slimmigheid en de afstemming was er deze wedstrijd gewoon een stuk minder. Ik denk niet dat we dezelfde gedachten hadden op bepaalde momenten. Ja, kan je dat verklaren? Ja, nee. Daar moeten we gewoon keihard mee aan de gang gaan. We zijn bijna op de helft, dus er is nog ruimte zat om die punten bij elkaar te sprokken. Maar dat zijn wel belangrijke dingen. Zeker hier thuis. Utrecht wist het ook niet heel erg vandaag, vond ik. Het was nog niet. Het was denk ik, als je thuis zat, geen geweldige pot om naar te kijken, denk ik. Maar ja, daarom moeten we juist dit soort wedstrijden omzetten in overwinning. Ja, en vooral die laatste 20 minuten, denk je dan, als Utrecht met 10 man staat, nu gaat de Graafschap komen. Ja, dat was ook zeker mijn gedachte van kom op, waar is die beleving? En dan krijgen we ook de supporters er meer achter, want die, logischerwijs worden die ook wat stiller. Want we lopen af en toe erbij van, is het nou aan de hand? We moeten, ja, wat ik al zei, slimmer mee omgaan de laatste fase. Want dit was niks. Ja, en was het doelpunt ook wat te makkelijk weggegeven? Zo'n bal die eigenlijk zo van de 16 ingeschoten kan worden? Ja, dat is ook doodzonde. Als je ziet dat we eigenlijk verdedigend niks of vrijwel weinig weggeven. We zitten goed geconcentreerd in doordekken. En dat was één momentje waar we eigenlijk niet, ja, net even niet kort genoeg dekken. En dan, ja, en dan is het heel frustrerend, zo 10 minuten voor rust. Ja. Wat zegt de trainer Vreeman dan zojuist in de kleedkamer? Dat het zeker niet lag aan de arbeid en aan de wil dat niet. Maar ja, wat ik net ook al aangaf, de afstemming op het laatst, daar moeten we veel beter mee omgaan. Dat was gewoon absoluut niet slim genoeg. Dat was, ja, gewoon heel dom. Ja, met Twente volgende week weer een concurrent, toch? Hoe kijk je dan nu naar dit duel toe? Ja, hetzelfde eigenlijk als voor deze wedstrijd. Het is gewoon elke wedstrijd voor zich. Maar dat is inderdaad weer een hartstikke mooie wedstrijd voor ons om weer volle bak erin te kletsen en daar dan die 3 punten proberen te pakken. Ja.